Goedemiddag allemaal, welkom bij de webinar Flip in the Classroom versus pre-teaching of aanloopleren. Tot voor kort was de term pre-teaching heel hot in Vlaanderen. Ondertussen is dat pre-teaching of aanloopleren en men bedoelt hetzelfde daarmee gelanceerd. Ik ben Katrien, ik werk voor Tonet, technologie ondersteund levenslang leren. En we zijn gehuisvest binnen het team van Klassement bij de Vlaamse overheid. Naast mij hebben we in de webinar ook Inge Donkervoort. Inge is zaakvoerder van D-Learning in Nederland en zal ook een deel van de presentatie voor haar rekening nemen. En Davy, collega binnen Klassement, zal ook de Q&A mee in de gaten houden. Dus als jullie vragen hebben en de Q&A gebruiken, zal hij proberen al antwoorden te geven, maar we zullen ook regelmatig die antwoorden live mee in de presentatie nemen. Voilà, dan gaan we van start gaan. Pre-teaching, nog heel eventjes definitie erbij halen. De leraar doet aan pre-teaching of aanloopleren wanneer de leerstof voor bepaalde leerlingen wordt uitgelegd. Dat is eigenlijk de officiële definitie. Nu, sinds coronatijden is daar in Vlaanderen een verschil in gemaakt. In die zin dat iedereen aan pre-teaching doet voor elke leerling en dat dat niet echt is voor leerlingen enkel met specifieke onderwijsnoden. Dus eigenlijk ook een beetje een vorm van differentiatie vooraleer dat de lessen terug opnieuw opgestart worden. En de bedoeling is ook dat dan, als de lessen terug opnieuw opgestart worden, dat het herhaling wordt. Dat het niet, dat het hernomen wordt in de klassen en dat het een beetje, ja, zoals het naam het zelf zegt, aanloopleren. Het is proeven van, maar het wordt sowieso weliswaar op kortere termijn aan opnieuw hernomen als de scholen terug zullen opengaan. Pre-teaching is enkel voor Vlaanderen, dus mensen die vanuit Nederland deelnemen, die hebben dat niet. Vraag hierbij stil, dan vandaar ook de benaming pre-teaching versus flippende classroom of flippende classroom versus pre-teaching. Het leunt heel sterk tegen elkaar aan. Dat gaan we straks ook zien. Je gaat eigenlijk de klassieke aanpak omdraaien bij Flip in the Classroom en een gedeelte op afstand geven en gedeelte in de klas. Dat kan nu niet, dus nu gebeurt alles op afstand. Maar je gaat wel een aantal zaken van Flip in the Classroom in live sessies kunnen aanbieden en een aantal zaken in oefeningen, in remediering, in zaken die je anders thuis zou gegeven hebben. Dus het steunt op basis of principes vanuit blended learning. En je hebt daar ook een waaier van onderwijsvormen voor, waar we zo dadelijk ook op terug gaan komen. Okay. Wat is nu juist Flip in the Classroom? We hebben hier een filmpje ingestopt. Ik ga het filmpje niet afspelen. Je kan dat later, als je de presentatie krijgt, zelf wel eens bekijken. Maar ik ga doorgaan naar een aantal screenshots, zoals deze, die dat ook heel mooi uitlegt. Een filmpje iets langer. Namelijk dat Flip in the Classroom, ja, men zegt daar wel eens tegen de omgedraaide klas. Hè. De klassikale instructie wordt gewisseld met individuele taken. Dat je nieuwe leerstof aanreikt of start al bij het thuisgebeuren. En in principe erop terugkomt in de klas en daar gaat oefeningen maken. Nu, bij pre-teaching kan dat niet. En zal dat een stuk vervangen worden door live sessies en een stuk dus ook naar zelfstandig verwerken van leerinhouden. Als we gaan kijken naar het Flip Classroom model, dat gemaakt is door Kennisnet in Nederland, dan zien zij daar vier fasen in. Een activiteitsfase, een inhoudfase, verwerking en resultaat. Bij de activiteit, ja, hier staat dus vanuit Flip in the Classroom gezien, dat dat start gezamenlijk in de klas. Nu zou je dat bijvoorbeeld in pre-teaching kunnen doen, de start met een gezamenlijke toelichting van een paar minuutjes via een live sessie. Ja. Maar dat kan ook door andere werkvormen, gaan we straks ook dieper op in. Dan de inhoud verwerven of verdiepen, dat kan via videolessen. Gaan we straks ook tools aanreiken om videolessen te maken of te gebruiken. Podcasts zijn audiofragmenten dat je beschikbaar stelt. Verrijkte content, websites, e-modules. Expert op afstand kan bijvoorbeeld ook een live sessie zijn, zoals deze, waarbij dat je een interactie gaat tussen leerkracht en leerlingen. Maar dat zit meer bij het eerste op dit moment, in het kader van de pre-teaching. De derde fase, verwerking. Ja, hoe gaan leerlingen
de leerstof verwerken. Dat kan ook zijn door een aantal zaken, testjes, digitale oefeningen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn door podcasts te laten maken, door te bloggen. Heel wat mogelijkheden die daar ook liggen in het pre-teacher verhaal. En de laatste fase, de fase om een resultaat, presentaties en toepassingen, dat is iets moeilijker in het kader van pre-teaching op dit moment te verwezenlijken. Dat je gezamenlijk een presentatie gaat doen en dergelijke meer. Dat kan uiteraard ook allemaal online. Maar in het flip in the classroom situatie zou het dan zijn dat je hen laat hun geleerde resultaat laat tonen aan de hand van presentaties, projecten en zo verder. Alles staat hier ook. Als je presentatie hebt en je klikt daar op door, krijg je ook alle informatie. Voor Flip the Classroom zijn er 3 soorten scenario's. Het eerste scenario is dat je start met een online activiteit, voorbereidend op een fysieke bijeenkomst. Nu, in Flip in the Classroom is het dan de bedoeling van het in de klas te doen. Bij pre-teaching zou dat een voorbereiding kunnen zijn op een live sessie met de volledige klas of met een deel van de klas. Online activiteiten zijn daarbij gefocust op het verwerven van inhoud, activeren en demonstreren. En de fysieke of de live sessie wordt daarop verder gebouwd en gaat men dat toepassing en integreren. Een tweede scenario zou kunnen zijn dat je start met een live sessie. Dus pre-teaching verhaal, dat je start online met een live sessie. In het verhaal van Flip in the Classroom met fysiek bij elkaar in de klas. En dat je dan bouwt naar het tweede, dus naar het online activiteiten. Waarbij de live sessies gebaseerd zijn op het activeren en de online order op het toepassen en integreren. Ja, maar dan start je eigenlijk met een live moment. En het derde manier voor zowel Flip in the Classroom als voor pre-teaching kan zijn dat je start met een online moment, dan een live sessie en dan terug naar een online moment gaat. Hè. Dus de 3 scenario's zijn zowel voor Flip in the Classroom als voor pre-teaching mogelijk. Wat is daar nu de rol van de leraar bij? Wel, ik heb hier het TPAC-model even bijgehaald. En het TPAC-model is een didactisch model waarbij dat je vertrekt van de inhoudelijke vakkennis. Dit is ook gehaald uit een bijdrage van Kennisnet. Dus je hebt een vakinhoudelijke kennis, uw leerdoelen. Je hebt de didactische kennis, al uw werkvormen. En daarbij ga je de technische kennis combineren, ga je die ertussen voegen om het optimale resultaat te bekomen. Wat heeft dat als voordeel van de leraar om die technologie daarbij te brengen? Wel, je kan gaan naar gedifferentieerd onderwijs. Het is ook geen grote investering in hard- en software om Flip in the Classroom te doen. Een computer, een microfoon en webcam is voldoende om zelf gaan video's te maken. Daar komen we straks ook op terug. En de studenten hebben ook een computer, tablet, gsm nodig, maar vooral ook internettoegang nodig. Nu, tijdens de pre-teaching fase is er voor vanuit de overheid, zowel met Telenet als met Proximus in Vlaanderen, de vouchers die kan aangevraagd worden om ook mensen die geen internettoegang te hebben, toch toegang te geven tot internet. En we hebben ook al vernomen dat de laptops die er zijn al op de plaats zijn geraakt bij de scholen. Dus dat is ook in volle uitbreiding en uitwisseling dat die naar de scholen komen. Welke activiteiten kan je aanbieden in Flip in the Classroom of in pre-teaching? Ja, je kan eigenlijk heel veel activiteiten gaan aanbieden. Je kan mensen ook op afstand laten samenwerken. Je kan hen ook laten discussies voeren, opdrachten, digitale oefeningen maken, vragen laten stellen. Dus dat kan ook allemaal online gebeuren. Dat zijn de mogelijke, of zijn heel wat tools die dat mogelijk maken. Evaluatie. Ja. Voor de rest van het schooljaar in Vlaanderen, maar dat verschilt ook met Nederland, is het zo dat wij maximaal les moeten geven. En tot en met 30 juni is de bedoeling dat het basisonderwijs doorgaat. Het secundair onderwijs, als ze willen examens organiseren, dat dan ook gebeurt in de laatste week van het schooljaar.
dus de laatste week van juni, met deliberatie en rapporten mogelijkheid tot 7 juli. Dus dat is wel een heel groot verschil. En de bedoeling is ook dat er zowel tijdens de pre-teaching als de scholen terug open zouden gaan, vooral formatief getoetst wordt. Ja, dus dat het minder echte examens zullen zijn, aangezien de huidige situatie. Nu, welke rol heeft daar de lerende of de leerlingen en studenten in? Ja, de bedoeling is het mogelijk om meer controle te hebben over een eigen leerproces. Ik denk dat dat zeker bij pre-teaching en flip in the classroom een serieuze meerwaarde is. Dat ze kunnen werken in eigen tempo. Ja. Door de afwisseling van live sessies met zelfstandig werk kunnen ze ook hun dag zelf indelen. Met beperking van de live sessies, maar voor hun zelfstandig werk. En werken op eigen tempo. En waarbij ook heel dikwijls niet alleen prestaties verbeteren, maar ook dat ze door dat zelfstandig werk af te wisselen in eigen tempo, ook het gedrag van leerlingen zal veranderen. De bedoeling is dat ze vaardigheden leren beheersen liever, en dat er ook samenwerkingsprojecten en discussies mogelijk zijn. We hebben ook heel dikwijls de term huiswerk. Hè. Dus dat is ook de bedoeling dat zij nu zelfstandig werk aan bij pre-teaching een videoles kunnen bekijken die vooraf is opgenomen of een live sessie, dergelijke meer. En voor Flip the Classroom hebben zij voor pre-teaching enkel laptop en internet nodig. Maar het bekijken van video alleen is niet voldoende. Ja, als je leerlingen alleen een video laat zien, is de kans heel groot dat ze gaan doorspoelen of dat ze gaan starten en met iets anders gaan doen. Dus je moet daar zeker ook voor zorgen dat een verwerking een manier is waarop dat zij kunnen tonen van ik heb die leerstof hier begrepen en ik ben daarmee aan de slag te gaan. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je bij een video een testje gaat doen. Straks zullen we ook voorbeelden laten zien. Of dat je zegt van, ja, je maakt zelf een eigen video hoe dat je je leerstof hebt verwerkt. Of een podcast, of werkt met een woordenwolk. Dus er zijn heel wat mogelijkheden om toch wel te achterhalen, hebben mijn leerlingen hier ook mee aan de slag gegaan? Of zijn ze met andere dingen bezig geweest? Ik heb hier de volledige Flip in the Classroom infographic van Kennisnet ingesloten, dus die kan je ook downloaden. Daar zit nog wat meer achtergrondinformatie in rond die uitdagingen voor zowel Flip in the Classroom als pre-teaching gelden. Nu, didactiek is geen techniek, is een uitspraak van Frans Droog, een leraar in Nederland die heel veel Flip in the Classroom gebruikt. En hij zegt, ja, ik was met het probleem, hoe weet ik nu dat mijn leerlingen echt wel die video hebben bekeken? Wat kan ik daarmee doen om dat toch wel te achterhalen en dat ze het niet opzetten, iets anders gaan doen? Ah ja, het is gekeken. Wel heeft daar één truc voor en hij stelt daarvoor de volgende vragen. Als hij video geeft met de bedoeling om er in een live sessie of face-to-face, als we terug naar gewone tijden gaan, te weten van wie heeft dat doorlopen, dan vraagt hij aan de leerlingen om 3 begrippen uit de video te noemen die ze al kenden. En ook die begrippen kort uit te leggen. 3 begrippen die ze nieuw hebben geleerd en die uit te leggen. En 3 begrippen die dat ze niet hebben begrepen en waar ze eigenlijk nog wel wat meer zouden over weten. Huh? Daardoor heb je al een zicht van ja, wie heeft dat hier bekeken en wie niet. Een ander soort vragen die hij gebruikt is van heb je alles begrepen of heb je nog vragen? En dan kunnen ze die toevoegen. En dan kan je op die manier, als je die vraag ook stelt, van heb je het begrepen of heb je nog vragen, kan je ook je live sessie bij je pre-teaching gaan voorbereiden. En kan je er ook op ingaan, op wat dat leerlingen op dat moment zeggen, van, dat is toch wel niet zo duidelijk geweest, daar zou ik graag nog op terugkomen. Dus op die manier weet je of ze dat gedaan hebben. Ja. Ik hoor soms ook verhalen in het kader van Flip in the Classroom van, ja, ik zet op het einde van de video een iets dat ze moeten meebrengen naar de klas de volgende keer. Hè. Of als ze bijvoorbeeld, iemand vertelde mij een paar maanden geleden, ja, dan zeg ik in het einde van de video, als je de video hebt gekeken, dan kom je morgen naar de les met 2 verschillende soorten kousen aan. En dan weet ik dat je de video hebt bekeken. Ja, dat is iets dat minder werkt natuurlijk, want als ik weet van, oké, ik moet 2 verschillende kousen aan doen en ik zet dat in een WhatsApp-groepje naar alle leerlingen, uit het standpunt van leerling bekeken, ja, dan heeft iedereen 2 verschillende kousen aan.
Dus dan kan je veel beter zeggen, van, noem die begrippen. Of heb je het begrepen, bezorg mij de vragen vooraf. Bijvoorbeeld bij onze webinars doen we dat ook. Vragen we ook van, kijk, als jij vragen hebt over dat thema, geef ze ons vooraf. Dan kunnen we er ook tijdens onze live sessie echt wel rekening mee houden. Dus dat is eigenlijk ook een beetje wat dat Frans Droog doet bij zijn Flip in the Classroom. Nu, ik ga heel even de link in de chatbox zetten. Die link wijst of verwijst naar de tool TwiSeeder. Is een stemmingstool. En hier wordt ook gevraagd van, ja, kijk, mijn studenten kijken thuis de video's niet. Wat kan ik er zelf aan doen om dat toch wel te voorkomen? Als je de tool opent, TwiSeeder, het is anoniem. Dus je kan het ook met leerlingen of met studenten doen. GDPR laat je geen persoonsgegevens achter bij die tool, dus dan kan je daar ook zelf mee aan de slag gaan. Dan zie je dat hier al wat ideeën zijn aangereikt door verschillende mensen. Je ziet ook, als ze de voornaam hebben ingevuld, door wie. Je kan hier pro en contra's. Op het moment dat je ergens klikt, kan je kiezen tussen een plus, een pro of een contra kunt toevoegen. Naam is ook optioneel. Alleen als je wilt stemmen op een idee, dan moet jij wel je naam ingeven, zodanig dat ze weten wie er gestemd heeft. Dus deze tool is perfect bruikbaar, omdat leerlingen niet moeten inloggen en zij kunnen ideeën spuien en ook op ideeën reageren met, ja, daar ben ik voor of daar ben ik tegen. Dus dit zou ook iets kunnen zijn waarmee je aan de slag gaat en zegt van, bezorg mij de vragen vooraf voor uw live sessie. Dus als jullie zelf nu ook in de chatbox, normaal zouden bij jullie moeten toegekomen zijn, naar deze website surfen of naar de link surfen, dan kom je in onze TwiSeeder uit. En misschien als je ideeën hebt, mag je ze gerust toevoegen. Ik zal een minuutje wachten, zodat iedereen tijd heeft om eens te kijken. Misschien ook gewoon eens te kijken hoe de tool werkt. Het is wel een Engelstalige tool, dus je kunt het niet in het Nederlands zetten. Natuurlijk wel de ideeën en de pro en de contra. Maar op zich is het Engels en je hebt de link dat je doorgeeft aan de leerlingen. Jij zelf als leerkracht maakt best wel een account, want dan kan je hier, zoals bij ons, 2400 dagen, kan je zelf ook aangeven hoeveel dagen dat mag openstaan. Wij hebben dat nu extreem lang gezet, maar als je geen account hebt, dan blijft dat standaard 14 dagen openstaan en na 14 dagen is uw inhoud weg. Dus heb je een login, neem je best ook die login om het aan te maken, maar dus leerlingen hebben daar niks voor nodig om te gebruiken. Oké. Moest je nog dingen willen toevoegen, het kan later ook nog. We zullen doorgaan met de presentatie. We hebben hier ook een linkje gestopt naar een handleiding hoe je de tool eventueel zelf kan gebruiken. Mogelijke valkuilen, zowel bij Flip in the Classroom als pre-teaching, zijn er 12. Althans, hebben wij er 12 gevonden en heeft ook Jonathan Bergman, de pionier van Flip in the Classroom, gevonden. Heel dikwijls is het zo dat de video's die gebruikt worden bij pre-teaching of bij Flip in the Classroom heel lang zijn. En heel lang bedoelen wij mee meer dan 8 minuten. Als je zelf een video moet bekijken en die is een kwartier, een uur, dat is heel lang. Niemand houdt dat vol om zo lang te kijken naar het scherm. Je hebt daar wel wat trucjes voor, maar maak beter 2 of 3 video's. Dat mensen dat in stukjes kunnen bekijken, dan 1 hele lange instructievideo. Hou ook rekening met de werklast van de studenten. Dat het misschien bovenaan bestaand materiaal komt. Dus hou daar zeker rekening mee van hoe je dat indeelt. In Vlaanderen is momenteel de regel van maximum 4 uur per dag. Maak ook afspraken met je collega's. We hebben daar ook een gids rond met allerlei afspraken voor jezelf, maar ook voor een team en voor cursisten om online te combineren met zelfstandig werk. Zij hebben ook tijd, studenten moeten ook tijd investeren daarin om dat door te nemen. Dus hou daar ook rekening mee dat ze het op voorhand moeten doornemen, maar dat je ook de ruimte voorziet dat ze dat kunnen inschakelen. Heel dikwijls is het ook dat de leraar passief handelt tijdens de face-to-face of de live sessies. Maak dat eens actief van u, zeker als je live sessies organiseert. Doe dat op een actieve manier, dat mensen ook daar geen
kwartier, 20 minuten moeten luisteren en niks doen. Probeer daar toch iets in te steken, van een Mentimeter tot een poll, tot een Q&A, zo van die zaken, dat het iets interactief is en dat iedereen betrokken blijft bij de sessies. Ja, technisch moeilijk. Zorg ook dat het te downloaden of vlot te bekijken is. Als je filmpjes gebruikt, zet ze dan op een videoplatform zoals YouTube, zoals Vimeo. Uiteraard kan dat verborgen staan, dat niet heel de wereld aan je filmpjes kan. Maar probeer dat niet in je leeromgeving onder te brengen, omdat dat niet geschikt is voor video. Dat gaat ook met de nodige haperingen bij leerlingen binnenkomen. Dus gebruik daar de juiste platformen voor. Zorg ook dat je zelf goed voorbereid bent tijdens de live sessies om op vragen te antwoorden. Zorg dat het materiaal interactief is, dat het niet alleen lezen is, maar dat er interactiviteit aan te pas komt. Dat zijn van die zaken die nodig zijn, dat de instructie duidelijk is. Dat is ook nog een heel belangrijke valkuil waar we rekening houden. Dat er de leerkracht zichtbaar is. Hier staat de leerkracht onzichtbaar. Er is geen communicatie met studenten. Zorg dat je op een of andere manier toch wel aanwezigheid kunt tonen. En dat kan heel goed zijn dat je dat doet aan de hand van een berichtje via de leeromgeving. Of een korte video, maar dat je toch wel ergens toont van ik ben hier ook, ik ben hier geen maand verdwenen uit je leersituatie. Probeer ook als er antwoorden zijn, of een vragen zijn liever, of probeer die ook te beantwoorden. Maak daar ook afspraken rond wanneer dat je het beantwoordt. Dat leerlingen of cursisten niet verwachten, ik pas nu een vraag en ik heb binnen een half uur een antwoord. Maar probeer daar ook rekening mee te houden dat je bijvoorbeeld zegt, ik antwoord op maandag en op donderdag bijvoorbeeld op jullie vragen. Omdat iedereen op eigen tempo en eigen tijd aan het leren is. En zorg ook dat de live sessies die je organiseert, nu zeker in het kader van pre-teaching, dat die zeker een meerwaarde hebben. Hè? Want waarom zouden anders leerlingen afzakken naar die live sessies? Dat is ook een heel belangrijke. Dan zijn er nog een aantal ICT-hulpmiddelen uiteraard voor Flip the Class, maar die evengoed voor pre-teaching kunnen gebruikt worden. We hebben hier een opsomming gedaan, dat is zeker geen volledige opsomming. Dat weten we ook, dat is ook niet de bedoeling om hier een hele volledige opsomming te maken, maar wel om jullie een aantal dingen mee te geven. Voor pre-teaching kan je perfect vertrekken vanuit de PowerPoint, de Prezi. Prezi is een tegenhanger van PowerPoint, maar meer interactiviteit. Google Slides is ook de tegenhanger. Kan je perfect van starten en daarbij je stem opnemen, opslaan als video en je hebt een videofragment. Dan moet je niks nieuw gaan bouwen, je moet alleen je stem eraan toevoegen. Een andere manier is bijvoorbeeld animaties. En animaties kan je maken met Pouten, met Moovly. Dat zijn gratis tools voor onderwijs met Voint. Doodle en Videoscript zijn er ook, maar die zijn betalend. Er zijn wel wat regels, ook nu tijdens de coronacrisis, dat er een aantal gratis zijn. Maar hou daar ook rekening mee. Als je zulke dingen gaat maken, video's of animaties of eender wat, dat je die nu maakt, en dat is nu een tijdsinvestering dat je doet, maar dat ook wel de bedoeling is dat je die volgend jaar kan inzetten. Bijvoorbeeld wat je nu maakt voor pre-teaching, dat je dan als Flip in the Classroom kan gaan doen. Ja? Dat dat niet verloren is. Dus kies ook de tools dat je nu gebruikt in functie van, ja, ik wil die blijven gebruiken. En weet dan ook, als je nu kiest voor een tijdelijk gratis, dat die misschien volgend jaar niet meer gratis is. En als je dan je materiaal erop staan hebt, kan dat ook zijn om het alleen maar te gebruiken of aan te passen, dat je dan een account moet aanschaffen. Content creatie. Wij zelf zijn daar fel voorstander van twee tools, Xert en H5P, omdat die open source en gratis zijn. Daar komen we straks ook uitgebreider op terug. Bijvoorbeeld dit presentatie is ook een leerobject gemaakt in Xert. Geeft ook de mogelijkheid om afbeeldingen met video, met audio, met interactieve oefeningen te gaan aanpassen en op die manier interactief te maken. Maar daar komen we straks uitgebreider op terug. Bijvoorbeeld ook het maken van een stripverhaal. Kan zowel jij als leerkracht zijn die een stripverhaal maakt, of kan bijvoorbeeld ook zijn, laat leerlingen uw les kort samenvatten aan de hand van een stripverhaal. Storyboard TED kan je 3 stripverhalen gratis mee maken. Dus ook leerlingen of studenten kunnen dat doen. En op die manier weet je ook van, ze hebben het hier verwerkt. Er is een stripverhaal. Video, tools om video's zelf te maken, zijn er heel veel verschillende. Ook hier een kleine selectie gemaakt.
Screencast-O-Matic geeft de mogelijkheid als je ergens op je scherm klikt, dat dat dan in een gele cirkel komt en zichtbaar is voor de studenten. Screencastify is een stukje software dat je bijkomend installeert in Google Chrome, waarbij je filmpjes van 5 minuten kan maken. Nu tijdelijk ook iets langer gemaakt, maar standaard is dat 5 minuten. Camtasia is een betalende software waar je ook filmpjes kan mee maken. En Active Presenter hebben we er ook tussen gezet, omdat die enerzijds scherm kan opmaken, maar anderzijds ook kan gebruikt worden om video's te gaan editeren. En daar bedoel ik mee, als je moet heel veel inzoomen of pijltjes moet zetten op video of aantekeningen, dan is Active Presenter, heeft dan heel wat tools in zich om dat juist of om dat heel vlot te kunnen doen. En het is ook de free versie, maar het is een programma dat je installeert op je computer, dat zowel voor Windows als voor Mac beschikbaar is. Maar bijvoorbeeld als je een filmopname hebt gedaan met je gsm en je zegt, ja, ik had hier eigenlijk moeten, voor een praktijkvak bijvoorbeeld, moeten verder in of uitzoomen, dan heeft die Active Presenter die mogelijkheden nog om in en uit te zoomen extra. Heel wat tools ook voor quizzen, voor brainstorms te organiseren. Bijvoorbeeld Nearpod is zo eentje. Nearpod vertrekt vanuit een PowerPoint of vanuit een Google Slide, waar je interactieve dia's of interactieve slides kan toevoegen. Dus dan voeg je tussen je PowerPoint een meerkeuzevraag toe. Je voegt daar bijvoorbeeld een sleepvraag toe. Nearpod heeft een gratis versie, maar ook een betalende. Bij de gratis kan je bijvoorbeeld quizjes toevoegen, polls afnemen. Socrative is een tool waarbij je korte testjes kan doen, die daar eventueel ook op een smartphone kunnen beantwoord worden. Kahoot of quizzes is ook op afstand te doen, waar dat je vragen en tegen elkaar kunt laten spelen. Een digitaal prikbord zoals Padlet kan je gebruiken. Twisteeder, zoals we er straks hebben laten zien bij onze hulpvraag, is online stemmen, online vragen stellen, discussie op gang brengen. Mentimeter kan, net zoals Socrative, ingevoegd worden, waardoor dat ze dat ook weer op smartphones kunnen gaan hanteren en dat ook weer eens een andere manier is. Uiteraard kan je ook laten samenwerken op afstand. En er zijn heel wat tools voor. Heel wat scholen hebben de mogelijkheid om met Google Education, Google Suite for Education te werken. Ja, dan is het logisch dat je dan samenwerkt in Google Drive. Heeft je school gekozen om te werken met Office 365, is het logischer dat je zou kiezen voor OneDrive om samen te werken en daar aan documenten samenwerken. En dat kan dan een Word-document of een tekstdocument zijn, maar het kan even een spreadsheet zijn waar het samen aangebouwd wordt. Een andere manier om samen te werken is een wiki. En meestal zit dat ook in de leeromgevingen. Dan denk ik aan Smart School, aan Moodle, aan Canvas. Die hebben dat meestal in zich. Nog een andere tool die ook heel fijn is om mee te werken, die we zelf ook zeer intensief gebruiken, is Trello. Trello is een soort van online prikbord, waarmee dat je post-itjes, dus de gele plakbriefjes, denk daaraan, op een muur plakt, maar dat je dat wel bij bepaalde onderwerpen klasseert, zodanig dat het overzichtelijk blijft. En je kan ook daar vooruitgang zien of instellen. Je kan dat op heel andere, heel wat manieren gebruiken. Wij zelf hebben dat heel intensief gebruikt voor een Europees project helemaal te managen. Dus dat is daar ook een mogelijkheid voor. Als we gaan kijken naar interactieve video's, want dat is nog niet echt aan bod gekomen. Hè. Als je gewoon video geeft, is het heel dikwijls van mensen kijken het begin en het einde en daarna of daartussen valt niets. Daar straks zei iemand van, ja, hoe kunnen we controleren dat leerlingen daar niemand anders achter de computer zetten of volwassenen zelfs, was dat. Een interactieve video zou een mogelijkheid kunnen zijn, omdat die video dan stopt en een combinatie geeft van tekst, oefeningen ertussen. En men moet die oefening juist hebben om verder te kijken. Is die oefening fout? Dan moeten ze bijvoorbeeld terugkijken of worden naar andere wegen geleid. Een interactieve video kan bijvoorbeeld met meerkeuzevragen, dat kan met sleepvragen zijn, dat kan met aanwijsvragen zijn. Maar telkens dat de video gepauzeerd wordt, interactiviteit moet ingevuld worden en dan pas mag men verder gaan. Een voorbeeldtool die dat heeft, is H5P.
En dan merk je dat hier, dat is een filmpje dat van YouTube gehaald is, maar het kan ook een eigen filmpje zijn, dat kan een filmpje zijn van Vimeo. En je zet daar als leerkracht mijlpalen op. En je merkt hier een heel kleine mijlpaal, een heel klein puntje in het begin. Dat betekent dat er een tekst is aanwezig, dus dat is geen doe-opdracht. Al de cirkeltjes die open zijn, dat zijn doe-opdrachten. Dus als ik nu mijn filmpje heel even afspeel, maar ik ga het geluid wel afzetten. Dus het filmpje is aan het afspelen. Op een gegeven moment, als we aan het bolletje komen, zit er hier een lees. Dus dan krijg ik mijn tekst. Nu net. Ik mag verder kijken. En dan gaat het een tijdje duren voordat ik aan het volgende bolletje. Hier is ook voorkomen dat ik mag verder spoelen. Hè? Dus je kan dat ook voorkomen dat leerlingen niet verder, dat ze effectief wel moeten kijken tot het volgende. Op het moment dat het volgende komt, ga je merken dat hier weer iets verschijnt. Nu, dat kan ook zijn, voilà, het filmpje stopt automatisch en ik krijg een meerkeuzevraag. Ik moet die weer beantwoorden. Ik ga nu maar niet antwoorden. Oh, spijtig. Niet juist geantwoord. En toch, ik mag hier verder kijken. Ik had ook hier kunnen zeggen, kijk terug, want je hebt niet goed opgelet. En dan kunnen ze niet verder, dan moeten ze echt wel terugkijken alvorens. Helemaal op het einde kan je ook een overzicht krijgen. En dan kan je bijvoorbeeld vragen aan leerlingen, maak een print screen daarvan, bezorg mij dat. En dan zie je ook wat ze overgeslagen hebben, wat ze... Want dat staat niet in het overzicht. Of wat ze fout hebben geantwoord, kan je ook een overzicht zien. Dus als ik nu verder kijk, dan zie je hier, nu dat dat bolletje gevuld is, dat betekent ik heb dat volledig ingevuld gehad. Het was niet juist, maar ik heb het ingevuld. Als ik nu een oefening oversla, ik ga heel even verder door, waar je dat ook ziet. Voilà, mijn volgende oefening. Ik ga die nu niet maken, ik ga gewoon op play klikken. Die gaat verder, maar dat bolletje blijft dus wit binnenin, betekent van je hebt je oefening overgeslagen. En later, als ik het overzicht krijg, ga ik ook zien dat die oefening hier niet in het overzicht zit, omdat ik die heb geskipt. Dus dat kan ook nagekeken worden. Een andere manier met Xerte bijvoorbeeld, is in plaats van op de video, dat het ernaast gaat kunnen. Op het moment dat ik hier op play klik, ga je merken dat er hier rechts zo dadelijk... Voilà, mijn video is gestopt en ik krijg hier nu, dit is demotekst, hè, krijg je een tekst te zien. Ik kan verder klikken, ik kan de video verder laten lopen. En er komt een meerkeuzevraag. Dus op die manier kan ik het ook doen, afhankelijk van hoe dat je het best of het liefste ziet. Kan je met H5P stopt het effectief op de video, hier komt het ernaast, maar het heeft hetzelfde doel voor ogen. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Inge. En ook... Ja. Dank je wel, Katrien. Even kijken. Jij ik kan er wel niet nieuws... te zien op de video, want dat had jij dichtgezet. Alsjeblieft. Ik kon mezelf niet laten zien op de video, want dat had je dichtgezet. Oh, had jij niet de rechten van mij gekregen? Nee, nu, maar... Ik ga jou nu wel de muis geven en ik zal jou ineens ook de rechten geven. Mijn excuses. Ja, dat geeft niks. Je hebt nu wel alle rechten. Ja, dan moet ik even kijken waar ik mijn scherm kan delen. Ah ja, ik had jouw muiscontrole gegeven. Momentje, dan ga ik jou geen muiscontrole geven. Ja. Als je je scherm zelf wilt delen, gaan we dat niet doen. En nu zou je normaal gezien een nieuw share kunnen kiezen. Ja... Zo. Kijk, als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Ja, prima. Klopt dat? Ja. Dat klopt. Nou, Katrien heeft jullie het een en ander verteld over de achtergrond en welke tools je kunt gebruiken. En ik ga met jullie een stukje verder in een aantal voorbeelden. We hebben voorbeelden gekozen uit de verschillende vormen van onderwijs. Dus er zitten van laag onderwijs tot aan volwassen onderwijs wat voorbeelden in. Maar het gaat eigenlijk meer een beetje om het idee. Dit eerste voorbeeld, dit is een video van De Wereld Draait Door in Nederland. En dat programma, daar worden op een gegeven moment meester Joost en of meester Sieger en Joost van Oort worden daar bevraagd. Zij doen allebei Flip Classroom. En Joost van Oort doet dat met geschiedenis en Sieger Kooi doet dat met scheikunde.
En ze nemen allebei filmpjes op. En in dit programma laten ze ook een stukje zien van hoe ze dat dan doen. Ze doen het allebei op een andere manier. Maar wat ook heel erg leuk is, en daarom is dit zo'n leuk fragment, is dat je op een gegeven moment studenten aan het woord krijgt. In dit geval is het middelbaar onderwijs. Krijg je studenten aan het woord die vertellen wat ze ervan vinden. En onder andere een groepje die vertellen dat ze het gebruiken vlak voor hun eindexamen. Omdat ze dan zeg maar alle informatie nog een keer krijgen. En dat ze een soort binge-watching doen. Dat ze op de bank gaan zitten met zakken chips. En dan de video's gaan bekijken. Dus erg leuk om een keer te kijken. En ook informatief over hoe die twee docenten het nou doen. Ze begonnen daar eigenlijk mee voor hun eigen klas. En allebei zijn ze, worden ze echt duizenden keren bekeken nu. Dus dat is echt wel een succes geworden. En het voorziet dus in een behoefte voor het Flipped Classroom. Dit is een ander voorbeeld. Dit is een voorbeeld van de universiteit, het Erasmus MC in Rotterdam. Ik heb hier één stukje gepakt uit een training van hun en daar hebben ze allerlei vragen over. Dit gaat over genetica. En ik laat even zien wat zij daarmee doen. Zij doen dit in Xerten. Ze hebben een hele module gemaakt met allerlei informatie en vragen. En als ze dan de docenten, die laten dit de studenten voordat ze naar het college komen in dit geval, of dat nou online is of offline, de modules doen. En de docenten bekijken van tevoren even wat de resultaten zijn. En in dit geval doen ze dat met een dashboard. In dit voorbeeld zie je wanneer de module allemaal bekeken is. Je ziet niet welke studenten het gedaan hebben. Dat hebben we weggehaald. Dat kun je ook uitzetten. Je kunt het ook geanonimiseerd doen. En je ziet hier wat ze gescoord hebben per vraag. En, dit is een student, dus een rij. En naar beneden is per vraag. En zo kun je dus bijvoorbeeld zien dat vraag 1.7, daar is wat meer rood. En dan betekent dat je daar in je klas, voor deze docenten, dat ze wat meer aandacht aan dit onderwerp kunnen besteden. Terwijl bijvoorbeeld vraag 1.2, dat onderwerp, dat wordt kennelijk al redelijk goed beheerst. En zo hebben ze in één oogopslag een goed beeld van wat er speelt in de klas rondom dit onderwerp. Vervolgens kunnen ze er ook nog verder op inzoomen. Dus stel dat hier een student is die bijna alles rood heeft of oranje. Dan is hij wel gestopt, maar nog niet klaar. Dan kun je er verder op inzoomen en dan kun je de resultaten per antwoord bekijken. Dus dan kun je echt een student specifiek eruit pikken en kijken hoe die geantwoord heeft. Maar je kunt ook op een vraag klikken. Dat doe je als ik hier ben. Dan klik je zeg maar op zo'n kolom en dan krijg je het gemiddelde antwoord van wat gegeven is. Nou, de meesten hebben het niet goed beantwoord, deze vraag 1.3. En een groep heeft het wel goed beantwoord. En je ziet hier ook nog wat extra informatie. Dit voorbeeld is gemaakt met Xerten ook in dit geval. Zij hebben dat echt helemaal zo ontwikkeld voor hun onderwijs. En zij doen dat dus met een heel groot aantal vakken al op deze manier. Echt het flipped classroom werken. Als je FTC ziet staan, dan is dat flipped classroom. Anders past het vaak niet op de regel. Nou, dit is weer een ander voorbeeld. Dit is van het Deltion College, ook in Nederland. Dit is een mbo school. En daar zijn ze heel erg bezig geweest met flipped classroom, maar daar hebben ze ook recepten gemaakt voor hun docenten. Dus een docent kan een module maken. In dit geval is het ook Xerten. Ik zal het even laten zien. Recepten. Ze hebben voor verschillende online didactische principes hebben ze recepten gemaakt. En zo'n recept, ik zal even het voorbeeld laten zien. Dit kunnen zij oproepen en dan kunnen ze zelf gaan invullen. Dus ze kunnen een titel erin zetten, ze kunnen wat informatie en een video plaatsen. Ze kunnen hier nog wat informatie neerzetten, een video.
En zo hebben zij dit helemaal opgebouwd en alvast een beetje voorgekoud, zeg maar, voor de docenten om dit op deze manier te gaan doen. En dat doen ze dus in dit geval ook met Flipped Classroom. En wat ook heel mooi is, moet ik even terug naar. Wat ook heel mooi is, is dat ze daarbij hebben ze dus niet alleen die modules, die recepten, ze hebben daar ook nog een hele PDF bij van hoe werkt dat nou, wat kan ik ermee doen, hoe kan ik de data tevoorschijn krijgen en dat hebben ze echt heel mooi uitgewerkt. En het mooie van deze materialen is dat het allemaal vrij beschikbaar is. En je kunt het ook downloaden op Klassement, want daar staat de Vlaamse versie die daar gedeeld wordt. Zowel via Klassement als in Nederland de modules van Deltion zelf kun je gewoon downloaden en gebruiken. Hier nog een voorbeeld van het Deltion College. Dit was een docent. Dit gebruikt hij ook voor Flipped Classroom. En deze meneer heeft al zijn rekenmodules online gezet. En die kun je dus ook gewoon gebruiken en embedden. Even kijken. Zij gebruiken Mediasite. En daar hebben ze Daystream kanaal van Hans Voskamp is dat. En hij heeft hier allerlei video's staan over rekenen. Die hij zelf gebruikt, maar die ook door anderen gebruikt kunnen worden. Dan het voorbeeld uit België van Bert van Beveren. Bert van Beveren is een leraar lichamelijke opvoeding. En hij heeft allerlei video's online gezet in deze tijd van pre-teaching in België. Maar natuurlijk super goed te gebruiken ook voor Flipped Classroom. En hij heeft ook materialen voor kleuters. Dus ik zal even naar zijn website gaan. Dit is... Die video staat al. Daar staat een heel lekker deuntje onder. Daar wordt verder niks gezegd. Maar hij heeft een opdracht. En vervolgens gaat hij dan laten zien hoe je dat moet doen. En die video's zijn echt heel grappig. En dan kun je dus allerlei opdrachten samen met je kinderen doen. En die heeft hij voor kleuters, maar ook voor kinderen in groep 5 of 6. Dus dit... Het is erg grappig om te bekijken en hij heeft een heel kanaal waar hij al die video's heeft staan. Nou, dit leerobject krijgen jullie ook, dus dan heb je ook al die links naar die verschillende voorbeelden. Dan een voorbeeld van de Saxion Hogescholen en OAB Dekkers, dat is een adviesbureau, maar die hebben een heel mooi e-book gemaakt. Dat staat gewoon openbaar over Flipped Classroom. En daar moet je zelf maar een keer naar gaan kijken. Want wat ik jullie wil laten zien is dat Saxion Hogeschool, die heeft een infographic gemaakt waarin ze laten zien hoe zij een kennisclip maken in 5 fasen. En dat doen ze met name met PowerPoint en die opnemen. En zij zeggen, je begint met het voorbereiden van de inhoud. Nou, dan ga je al deze stappen ga je doorlopen. Vervolgens ga je dat evalueren. Dus je hebt zeg maar een soort storyboard gemaakt, je basis. Dat ga je evalueren aan de hand van een checklist en eventueel met anderen. Dan ga je voorbereiden, wat moet je er allemaal voor hebben? De informatie maken, de slides maken. Vervolgens ga je hem opnemen en je gaat hem publiceren. En zo werken zij met Flipped Classroom. En dat waren alweer de voorbeelden. Katrien, neem jij het erover? Ja hoor, dan ga ik even... Ja, ik zal op je... Oké. Okay. Echt dat ik jouw scherm, maar dan ga ik het even... Geen probleem. Ja, ik wilde nog één ding laten zien, maar dat kan nu niet meer. Ik had nog even op Google had ik gekeken. En als je daar Flipping the Class invult, dan krijg je 35 miljoen hits. Zoveel informatie is er dus beschikbaar, goede en minder goede,
over Flipped Classroom. Dus ik kan me voorstellen dat als je zelf gaat zoeken, dat je dan behoorlijk wel moet weten waar je op zoekt. Maar er is dus heel veel informatie te vinden over Flipping the Class op internet. Oké, dan ga ik terug overnemen, Inge. Misschien heel even er al bij zeggen dat wat Inge daar juist heeft laten zien hier van het Deltion College, de recepten, bij ons noemt dat schablonen, geen recepten bij Tolnet, zijn onder, inderdaad te downloaden op Klassement, maar ook al hun receptjes eigenlijk, dus voor Flipped Classroom en dergelijke, zijn ook aangepast aan de Vlaamse onderwijscontext in onze installatie. Dus die zitten daar ook allemaal in. Dus die moet je niet zelf gaan downloaden en er proberen in te zetten. Ze staan voor jullie daar klaar. Als we gaan even terug doorgaan. Future Teacher willen we ook nog wel eventjes onder de aandacht brengen. In die zin dat daar een aantal modules rond Flipped Classroom, maar ook andere beschikbaar zijn. Die dat jullie kunnen doornemen, ofwel als individuele modules op Klassement, ofwel via futureteacher.eu. Nu, het verschil is daarbij dat futureteacher.eu start vanaf een thermometer, een vragenlijst die gebaseerd is op het DIGCOMP EDU-framework en 22 competenties waaraan de leraar zou moeten voldoen vanuit de Europese Commissie. Je wordt daar ingeschaald, dan kom je in het kompas. Het kompas geeft een individuele leerroute, waarbij dat je voor sommige momenten kan starten op basisniveau, maar andere kan je op middel of zelfs op hoger niveau starten. En op die manier kan je eigenlijk je eigen personalisering in kaart brengen. Dat is de bedoeling van dat kompas, met doorgelink naar de e-modules. Dus als je een volledig personalisering traject vindt, je op futureteacher.eu. Alle aparte modules, of bijna alle aparte modules, zitten op Klassement ook al allemaal te raadplegen. Omdat ik ook heel wat vragen kreeg na de vorige sessies van onze webinars, heb ik er ook nog wat extra informatie toegevoegd van Xerte in H5P. Moesten jullie vragen hebben, gebruik gerust de Q&A, want we zien dat er nog weinig vragen binnenkomen op dit moment, dus stel ze gerust in de Q&A. Wat Xerte betreft is dat een open source tool, dat betekent een gratis tool die ontwikkeld wordt aan de Universiteit van Nottingham, maar zowel Inge als ik zitten ook in de stuurgroep daarvan, dus wij proberen Vlaanderen en Nederland daar ook een beetje te vertegenwoordigen. En het is eigenlijk gericht op zowel basisgebruikers als geavanceerde gebruikers op een heel eenvoudige manier content te maken. Je kan daar interactieve video's maken en zo verder. Het voordeel is dat het gedeeld kan worden. Dus als je zelf iets maakt en een collega heeft ook een account, kan je delen of kan je kopies geven. Het is duurzaam. Zeker voor Vlaanderen is er dus een server vanuit de overheid die beschikbaar is, waar iedereen met een Klassement-account kan materialen maken. Voor Nederland is er via Inge D-Learning een speelplaats waar je kunt proeven. Voor Vlaanderen is dat dus onbeperkt. Het is dus open source, zoals gezegd. Heeft heel veel mogelijkheden, wordt ook zeer regelmatig, en dat bedoel ik, met 2 à 3 keer per jaar geüpdate met diverse paginatypes, noden die wij opvangen en meenemen. En afhankelijk van de leeromgeving kan je rechtstreeks resultaten zien of kan je het via een resultatenpagina bekomen. En dan wordt bedoeld van als je een resultatenpagina, de leerling krijgt die op zijn scherm, download die als pdf, geeft uiteraard zijn naam in en kan die dan uploaden in de leeromgeving. Maar dat is een beetje afhankelijk van leeromgeving. Maar er is één nadeel. Namelijk, we hebben een grens voor video op 40 megabyte gezet, net om te voorkomen dat het een videoserver wordt, maar wel dat het meer gestreamd is, dus video's van YouTube en Vimeo. En als je echt een mediales, de moeilijkste pagina, dan heb je wel wat tijd nodig om dat te doorgronden. Dus dat willen we er ook wel eventjes bij zetten. Uiteraard zijn er ook leermiddelen beschikbaar om er te leren mee werken. Die zijn er voorradig. H5P is een beetje hetzelfde, alleen een H5P vanuit Noorwegen komt. En ik krijg de laatste weken heel veel vragen van mensen die zeggen van ja, ik ben op de Noorse server en plots is mijn tijd om en moet ik gaan betalen. Voor Vlaanderen is daar ook een
aparte server voor die onbeperkt is. Ook wel met het nadeel dat je dus 40 megabyte aan video mag zetten. Per video bedoel ik dan. Maar H5P zijn digitale oefeningen. Ja? Dus die interactieve video van der straks is zo'n voorbeeld. Maar het zijn allemaal losse oefeningen. Het is niet echt een zelfstudiepakket dat je kan geven. Dat kan je met XRT wel. Dus dat is een beetje het verschil daartussen. Maar we willen alleen maar meegeven dat die dus beschikbaar zijn voor jullie als je ermee aan de slag wil gaan. We hebben ook twee nieuwe data voor volgende week al gepland. Dus op maandag om 14:00 houden we een nieuwe webinar rond hoe kom je tot optimale leerervaring bij pre-teaching en aanloopleren. En volgende week donderdag, eveneens om 14:00, gaan we een webinar organiseren rond het gebruik van XRT. Voor beide webinars kunnen vragen ingediend worden. Voor die van maandag kan dat tot maandagmorgen. Voor die van donderdag kan dat tot donderdagochtend. En dan gaan we die ook proberen mee te nemen in de webinar, zodanig dat het vraag gestuurd gaat worden. Of deels vraag gestuurd, deels met een inhoud die dat wij voorzien.